Wat ik nou ga doen is echt verboden in televisieland. Ik ga tijdens de uitzending ga ik naar binnen. Maar speciaal voor deze rondleiding mag het voor één keertje. Nou, Tessel is bezig met de uitzending. En je ziet dat het een hele dikke deur is, geluidsdicht. Dit is de studio. Het is ook heel koud hier, want er staat heel veel apparatuur. Maar dan zijn de zusjes, konden ze worden gered. Kijk, Tessel heeft nou een reportage aangekondigd. Hey Tessel. Hi. En dit is de studio. Veel kleiner, zeggen veel mensen altijd, toch? Dat krijgen we altijd te horen dan dat ze denken op televisie. En je staat dan dus hier. En dit is ook wel leuk om te zien. Televisie is natuurlijk techniek. Nou, van achter is het een beetje een rommeltje met heel veel techniek. Normaal zien mensen dit ook niet. Dat zien mensen normaal niet, inderdaad. Nou, Tessel staat op hakken en ik niet. Dus deze tafel, die is heel leuk. Die kunnen wij een beetje op hoogte stellen. Ik zal weer op jouw hoogte zitten, ja, Tessel. Dit is de studio dus. En de studio televisie heeft heel veel camera's nodig. Nou, we hebben hier maar liefst 4 camera's. En er staan geen cameramensen achter. Want dit zijn robotcamera's. Kijk, die kunnen op afstand bediend worden, zodat ze daarmee Tessel goed in beeld kunnen brengen. Soms wat dichterbij, dat noemen we een close, soms wat verder weg, dat noemen we een wide. En televisie heeft ook heel veel licht nodig. Hieronder heb je wat licht voor het onderlicht, zodat Tessel er heel mooi uitziet. Maar ook vooral boven hebben we heel veel licht nodig, want anders zie je er als presentator uit. Ja, niet zo heel gezond, laten we het zo zeggen. En we willen er graag stralend uitzien. Nou, verder zit er ook hier heel veel licht achter het decor. En dit zijn onze televisieschermen. Hier kunnen wij het verhaal mee vertellen. Het verhaal vertellen wat er gebeurt. Nou, in dit geval is het Brabant Nieuws van maandag 5 september. En als het ergens anders over gaat, laten we dat op de schermpjes achter ons zien. Nou, ondertussen is de reportage afgelopen en moet Tessel weer gauw door met haar uitzending. Dit was het Brabant Nieuws van deze middag. Vanavond om 6:30 zijn we er natuurlijk weer.